En nu de weersverwachting van de Meteodienst Suriname, die geldt voor 24 uur, vanaf vanavond 19:30. S'avonds zullen in enkele delen van de districten lichte tot matige onweersbuien vallen. Tegen het einde van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Gedurende de dag tot in de vooravond zullen er zowel in het kustgebied als in het binnenland matige tot lokaal zware buien optreden, vergezeld van onweer en windstoten. De Meteodienst waarschuwt dat er mogelijk sprake kan zijn van wateroverlast als gevolg van matige tot zware buien in het kustgebied als het binnenland. Ook kunnen er plaatselijke windstoten voorkomen. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.